Ajax komt in aanloop naar de wedstrijd tegen Twente nog steeds met de nodige personele problemen, met name achterin. Deli Sinkgraaf is afgelopen week geopereerd en is de komende maanden niet beschikbaar. Nick Viergever traint wel weer mee, maar is er tegen Twente nog niet bij. En Mitchell Dijks is de derde potentiële linksback die geblesseerd is. En dat is jammer voor hem, want de fitte Dijks is voor Keizer nog steeds een reële optie. Ja, tuurlijk, het is een selectiespeler. In het begin van het seizoen heb ik een gesprek met hem gehad waarin hij in principe achter Nick en Deli kwam. En daarna heb ik hem ook moeten zeggen, omdat we geen back vonden, je blijft. En dat heeft hij ook gewoon mentaal goed opgepakt. Dus dat zou hij nu ook kunnen. Nu de spoeling op de linksbackpositie dun is, moet Keizer achterin improviseren. De beoogde eerste linksback Sinkgraaf werd vorig seizoen door Peter Bos omgeschoold van middenvelder tot back. Maar in de huidige selectie zitten volgens Keizer geen spelers die daar ook geschikt voor zijn. Nee, deze groep niet. Dus Deli is uitstekend gedaan, vorig jaar ook goed gegaan. En het had nu eigenlijk even twee wedstrijden of anderhalve wedstrijd geduurd. Maar dat is een middenvelder die dat wel kan. En ik vind van onze andere middenvelders dat ze in principe geen back kunnen spelen ofzo. Deo Faisio Zeefuik heeft door blessures in de laatste linie een kans gekregen tegen Roda. En ook al werd de rechtsback in de rust gewisseld, hij maakt toch een goede indruk op de trainer. Nou, maar ik heb met Deo Faisio gesproken en is natuurlijk een jongen die uit A1 komt en uit Jong komt. En die deze maanden eigenlijk voor het eerst bij het eerste traint. En daar maakt hij stap in en ik weet wat hij kan vanaf vorig jaar. Ik vond hem in het begin van het seizoen een beetje zoekende. En nu komt hij wel goed door, vind ik. Dus dat kan voor de toekomst wat betekenen. Gelukkig is er vanaf het blessurefront ook goed nieuws te melden. Klaas-Jan Huntelaar kan tegen Twente weer meedoen. Klaas gaat goed. Die heeft vandaag het meeste getraind. Dus die is beschikbaar voor een gedeelte. En Amin niet. Die is nog... Die zit nog met zijn knie. Een naam die de laatste tijd veel wordt genoemd in de media is die van Frenkie de Jong. De middenvelder maakt veel indruk met zijn assists en steekpases en krijgt een hoop aandacht. Nou, maar Frenkie is een nuchtere jongen die gewoon weet wat hij kan en wat hij niet kan. En waar hij staat in de selectie. En dus daar is niks mis mee. En dat hij veel aandacht krijgt, dat is leuk voor hem. In zijn ontwikkeling staat hij als een jongen die van Willem II gekomen is, anderhalf jaar geleden. Een half jaar in Jong gespeeld heeft. Daarna getraind heeft bij 1 en dan veel bij mij gespeeld vorig jaar. Maakt enorme stappen, ook in vertrouwen, ook in voornamelijk aan de bal. Maar ook hoe die omschakelt en hoe die voor zo'n speler die voornamelijk creatief is. Ook zijn omschakeling erbij en het verdedigende werk wat hij moet doen. Maakt hij hartstikke goede stappen in. En hij voelt nu ook natuurlijk aan dat hij... Vorig jaar heeft hij niet of misschien 1 keer in de basis gestaan. En nu vaker. De laatste tijd met invalbeurten voelt hij gewoon aan dat hij het niveau goed aan kan. En dat geeft je vertrouwen.